Sander is een 4-jarige rastypische hengst die goed in het rechthoeksmodel staat met een correcte bouw en droog beenwerk. In beweging maakt hij veel houding, waardoor het totaalbeeld zeer aansprekend wordt. In het centraal onderzoek heeft Sander zijn weg moeten vinden. De hengst heeft correcte beweging, maar kan in alle gangen meer lichaamsgebruik laten zien. In de laatste weken toonde hij een opvallende opgaande lijn. Zijn prestatiebalk van het rijgedeelte is niet hoog met 73 punten, maar voor de commissie voldoende om hem mee te nemen naar het aangespannen traject. Zijn laag verwantschap is erbij doorslaggevend geweest. Sander heeft waarschijnlijk in de gaten gehad dat het erom spande, want voor de wagen kwamen zijn kwaliteiten naar voren. Hij ontspande zich meer in de bovenlijn, wat zijn bewerkbaarheid ten goede kwam. Zijn schakelend vermogen en lichaamsgebruik gingen vooruit. Voor de wagen valt zijn houding, front- en voorbeengebruik positief op. De mensen noemen vooral zijn bewerkbaarheid als positief punt. Als rijpaard kan de galop zich nog meer ontwikkelen in ritme en balans. De stap en de draf en het schakelend vermogen zijn ruim voldoende. Als rij- en menpaard heeft hij dan ook voldoende aanleg. Als tuigpaard heeft Sander veel aanleg. Hij laat dan een mooi beeld zien door zijn houding en front. En daarbij valt zijn voorbeensgebruik positief op. Sander van Bartelheim komt uit de preferente, nog zeer goed bewaarde 21-jarige karstmerrie Sandra van Bartelheim, die tevens de moeder is van Omer 493. Zijn laag verwantschap van 15,8% maakt hem zeer interessant voor de fokkerij. Dit wordt nog versterkt doordat hij vrij is van de invloedrijke hengst Oege 267. Door zijn laag verwantschap kan Sander een positieve bijdrage leveren bij de intiltbestrijding en is hierdoor breed inzetbaar. Sander kan ook type, bouw en voorbeengebruik verbeteren en een positieve invloed hebben op de raskenmerken. Sander wordt ingeschreven met de naam Wolter 513.